Ik heb meer dan een week lang gevoerd met particles en boilies op dit water. Nou, vandaag maar eens kijken of er iets te vangen is. De stek ligt achter deze willig. Ik ben er helemaal klaar voor. Prachtig weer om een paar uurtjes te gaan penvissen. Hallo allemaal. Nou, die eerste stek, die was te mooi om waar te zijn. Ondanks alle voorbereidingen met het voeren, heb ik geen stootje gezien. Echt geen teken van leven de hele ochtend. Nou, ik hoop dat het hier beter gaat en dan zonder voorvoeren. Een jaar of vijf geleden heb ik voor het laatst op deze poldersloot gevist. Helaas geen karpen kunnen vangen toen. Maar gigantische hoeveelheden bruisem. Eind april. Ja, het is nu 30 april, dus ik ben benieuwd hoe dat tegenwoordig hier is. We gaan het zien. Na 3 uur vissen met mais op 2 stekjes in deze sloot zijn mijn net en mijn mat nog kurkdroog. Dan weet je het wel. Ik baal als een stekker. Het is hier al even visloos als op de vorige stek. En als je zelfs op een hotspot als deze totaal geen beet krijgt, helemaal niets, en geen spoortje van leven in het water ziet, dan is er iets verschrikkelijk mis met de visstand in zuidelijk Flevoland. Met dank aan de KRW-maatregelen en de aalscholvers. Ik vlucht de provincie uit. Tot ziens.